Wethouder Piet Vreugdeheel komt met een pakket aanvullende hulp in de huishouding om ouderen in specifieke situaties tegemoet te komen. Het gaat veelal om ouderen met aandoeningen als COPD, incontinentie en bedlegerigheid. De hulp bestaat uit extra schoonmaak, het verschonen van cliënten en het draaien van de was. Deze aanvullende maatregelen zijn een reactie op de commotie die was ontstaan naar aanleiding van zogeheten keukentafelgesprekken. Tijdens die gesprekken werd vastgesteld hoeveel hulp ouderen zouden krijgen. Ouderen klaagden daarna dat ze minder hulp kregen. Het toekennen van huishoudelijke hulp in het kader van de wet maatschappelijke ondersteuning kende ook felle discussies in de Westlandse gemeenteraad. Ouderenbond KBO is niet betrokken geweest bij het tot stand komen van de maatregelen en vindt dat jammer. En ja, als je daar direct bij betrokken bent, dan kan je dat ook veel beter communiceren met, ja, met de wethouder of met beleidsmedewerkers van de gemeente Westland. De Ouderenbond ziet meer in een oplossing aan de voorkant. En de voorkant betekent dat je dus, ja, uiteindelijk in het keukentafelgesprek moet je zorgen dat de mensen dat krijgen wat ze nodig hebben. En daarom vond ik ook een beetje raar om te zeggen, ja, te weinig huishoudelijke hulp. KBO probeert hulpbehoevende ouderen zoveel mogelijk bij te staan. En wij adviseren mensen wel altijd om voordat zij aankloppen bij de WMO-loket, om zich eerst vooraf even goed te laten informeren. En ook kunnen laten ondersteunen. Door de onafhankelijke cliënt ondersteunen. Dat vinden we nog steeds een heel belangrijk onderwerp. En dat kan in de gemeente Westland nog wel wat beter worden geregeld. Na het zomerreces zijn ook de uitkomsten bekend over het onderzoek naar het aantal uren huishoudelijke hulp voor ouderen. Dan is bekend welke verdere aanpassingen er mogelijk nog nodig zijn.